Yo, yo, yo allemaal. Vandaag Jordi van het Gamingcast en welkom terug bij een nieuwe episode van FIFA 14. En zoals jullie in beeld zien, gaan we vandaag FIFA 14 Ultimate Team spelen en wel offline seasons. Dus nou ja, laten we maar meteen beginnen. En nou ja, hier zien jullie even mijn team in beeld. Het is nog niet ontzettend goed, maar ik zou zeggen, het is een decent team. En ik ben nu trouwens aan het sparen voor Caballé in vorm. Dat is mijn CM, zeg maar. Wie weet CAM, maar ik heb nu Samir Nasri, zoals jullie nu in beeld zien. Dat is eigenlijk nu mijn huidige CAM en ik ben er erg tevreden over. Dus nou ja, ik heb dus een Barclays Premier League site. En ja, heel veel van jullie die mijn FIFA-video's kijken, die wilden graag Ultimate Team zien. En ik moet je zeggen, ik ben eigenlijk een beetje van Career Mode afgestapt. Ik vind eigenlijk Ultimate Team leuker nu dan dan Career Mode. Dus het klinkt eigenlijk een beetje heel raar, maar nou, het is super chill. Want je spelers die krijgen zo'n boost. En hier krijgen we trouwens eigenlijk een heel onterecht goal tegen Liverpool. Volgens mij was het deze game op legendarisch, want we beginnen nu even in divisie 2, omdat ik de rest eigenlijk al heb gespeeld, zonder erbij na te denken om dat allemaal te recorden. Maar ja, we staan dus 1-0 voor tegen Liverpool op legendarisch, maar dan komt Luis Suarez met een prachtig doelpunt op de een of andere manier, een soort van volley of zo, een halve omhaal. Ja, het is een geweldig doelpunt eigenlijk, maar ik zat echt zo in mijn stoel van, holy shit, weet je wel, hoe krijg je het voor elkaar? Maar desalniettemin, we krijgen een hele rare situatie en Hernandez, die knikt hem erin op de een of andere manier. Ik weet niet hoe hij het voor elkaar heeft gekregen, maar Hernandez die kopt ook de raarste dingen kopt hij erin. Maar hij doet het wel, dus het is eigenlijk een hele chille spits. Als spits heb ik Remy of Hernandez op dit moment. En ik wilde dus graag ook Luis Suarez een keertje halen, maar daar zullen we nog eventjes op moeten wachten. Maar dan hebben we nu Inter en Inter had ik geloof ik op... Wat stond er nou ook? Legendarische wereldklasse? Ik kan me eigenlijk niet meer herinneren. Nou, één van de twee. In ieder geval. Nou, we komen dus 1-0 voor tegen Inter. Maar ja, dat was niet van heel lange duur. Er komt hier zo eentje op de paal, of op de lat, sorry. En Guarin, die krijgt de rebound, zeg maar. Dat vond ik echt balen eigenlijk wel. Maar ja, desalniettemin, we spelen weer lekker. We hadden aardig wat kansen. En nou, we krijgen hier een second chance op de corner. En nevertheless, moet je kijken. Holy shit. Oké, Kabul die fixt even in de 84ste minuut de 2-1. En ik was echt blij, jongen. Ik wilde echt niet gelijk spelen. Maar Kabul, prima centerback. Ik zou zeggen, als je een Premier League side hebt, ik zou hem zeker bijzetten. Hij is niet slecht. Het ideale setje zou denk ik zijn Compagnie. En ja, Vidic misschien, die kan ook heel goed koppen. Ja, ze kunnen eigenlijk allemaal heel goed koppen. Koppen is hier best wel... Ja, ik wil nog... Ja, overpowered wil ik eigenlijk niet gebruiken, want ik vind het heel zelf ook heel chill om te koppen. Maar ja, in ieder geval, we zijn nu bij de volgende wedstrijd aangekomen tegen Schalke 04. En dit is wel op Ultimate, het beste niveau dat je kan hebben op Ultimate Team of überhaupt op FIFA. En ja, we komen 1-0 voor. En ik dacht van, oké dan. Nou, dit kan nogal eens tot een leuke wedstrijd gaan leiden. En daar komt Baines met de voorzet. En ja, raad eens wie hem erin knalt. Het is Samir Nasri, onze CAM. En ja, ik weet niet wat hij precies doet. Maar ja, misschien kan ik zo meteen nog wel... Ja, het is gewoon ziek. Ik weet niet hoe hij het voor elkaar kreeg. Maar ik dacht misschien even een inzoom of zo. Maar ja, ik weet niet. Maar het is echt ziek hoe hij het voor elkaar kreeg. Ik heb geen idee hoe hij het fixte, maar... Het was een soort van volley, geen idee. Maar nou, in ieder geval, whatever. We gaan met het volgende doelpunt verder. Nou, van Jack Wilshere. En deze was niet heel speciaal. Nou, op zich voor een klein ventje. Een kopbal. Ik mocht niet klagen, zou ik zeggen. Dus we komen 3-0 voor tegen Schalke op Ultimate. En we waren nog niet klaar, zou ik even vertellen. Want Samir Nasri, mooie run op de flank. En ja, kopbal voor Hernandez. En die gaat er ook wel vaak in, zeg maar. Hernandez kan ook decent koppen. Ik weet niet zeker wat zijn stat erop is. Maar ja, hij kan in ieder geval prima koppen. En volgens mij heb ik dan zo meteen nog... Ja, dit is een leuke sequence. Een beetje skill van Nani. Je ziet een Ronaldo chop. En vervolgens dan verpest ik de actie een beetje eigenlijk. Het was best wel een lekkere actie, moet ik zeggen. Maar je moet je kijken. Ik heb hier nog één keer slow-mo. Je ziet, hij doet eerst een Ronaldo chop. Daarna gebruikt hij een paar schaartjes. En die paas die was gewoon compleet gefaald eigenlijk. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik hem gewoon meteen kon pasen. Maar op de een of andere manier paste hij hem niet correct. Maar jongens, ik heb nog wat anders. Volgende week heb ik proefwerkweek. V5 proefwerkweek. Ja, ik weet niet wat ik er nog meer over moet zeggen. Het wordt best pittig. Ik heb een paar examentoetsen alvast. Ja, voor volgend jaar.
En ja, nou, ik moet dus even gaan leren. Dus ik weet niet zeker. De video-uploads die waren de laatste tijd al iets minder, zeg maar. Nou, tenminste, deze week bedoel ik eigenlijk meer. Dus ik ga nog proberen in het weekend mijn best te doen. En ik probeer ook nu weer mijn best te doen om deze video voor jullie eruit te krijgen. Want ik moet natuurlijk wel eens ontspannen tussendoor. Dus vandaar dat ik nu ja, deze video uitbreng, zeg maar. Maar in ieder geval, dat wil ik nog eventjes zeggen. Dat vandaar de uploads misschien heel eventjes. Ja, wat minder eventjes worden in de proefwerkweek. En misschien, wie weet, want je hebt meestal ook nog wel heel veel tijd over in de proefwerkweek. Dan upload ik nog wel eens wat aantal dingetjes, weet je wel. Bijvoorbeeld, ik speel vast nog wel iets van FIFA of Call of Duty of iets dergelijks, weet je wel. Maar hier krijgen we een boutboot tegen. Dat vond ik erg trouwens. Volgens mij, oh ja, dit is tegen Porto. Dit is echt in deze wedstrijd werden ontzettend veel goals gescoord. Daarom heb ik niet alle replays, laat ik volgens mij zien hier zo. Deze toevallig wel. Maar anders werd het een beetje een lange episode van FIFA. Ja, ik dacht, die replays zijn ook niet altijd nodig. Maar ja, we komen dus 1-1 gelijk. Maar al snel komen we 2-1 achter. En heel veel sporten op wereldklasse, moet je nagaan, hè. Maar ja, we komen weer via André Schürrle. Onze linksbuiten komen weer op gelijke hoogte 2-2. En zelfs via Wilshere hier, die een rocket knalt in de linkerhoek. En komen 3-2 voor zelfs. Maar niet van lange duur, want Porto wilde graag weer terug in de wedstrijd komen. En nou ja, laat ik het zeggen, door weer een of andere bullshit verdedigende actie en een zieke sliding komen ze weer op 3-3. Maar ik wil natuurlijk niet voor gelijk gaan. Dus nou ja, Remy net geblesseerd, maar knalt er toch nog eentje in. Vrij knap trouwens. En nou, we waren nog steeds niet klaar, want ja, ik bedoel, kom op nou, 4-3 is niet zo'n hele verre voorsprong. Dus laten we het nou maar even uitbouwen. Hier, huppakee, Lescott. En vervolgens wordt het afgemaakt tot 6-3. Maar jongens, ik wil je bedanken voor het kijken. Dit was de episode van FIFA en ik zie je in de volgende video's, jongens. Laters.